Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Nog altijd vrijwel geen bewolking boven Nederland, maar we zien boven Noord-Frankrijk wel wolken klaar liggen. En die wolken trekken heel langzaam naar het noorden vandaag. Vanochtend zien we daar nog niets van. De zon schijnt uitbundig en de temperatuur ligt al heel snel rond of zelfs boven de 20 graden. Een matige oostenwind waait er, ook vanmiddag. En dan zien we in het zuiden de bewolking langzaam wat toenemen. Het wordt 27 tot 30 graden, opnieuw zeer warm voor de tijd van het jaar, met grote kans op dagrecords. Dan gaan we naar de avond en dan zien we in het zuiden de kans op een regen of onweersbui toenemen in het noorden blijft het nog helder uiteindelijk in de nacht komt ook daar bewolking en kan ook daar een regen of onweersbui vallen. Die buien die trekken morgen snel weg. Dan kan er in de middag in het oosten wel weer een nieuwe regen of onweersbui ontstaan. En verder is het af en toe wat gespetter, maar er is ook zeker ruimte voor zon tussendoor en het wordt gewoon weer 21 tot 24 graden. Zaterdag 19 of 20 graden met een regen of onweersbui hier en daar, maar ook zeker ruimte voor wat zon tussendoor. Een stevige wind uit het noordwesten. Zondag is het rustiger. Op de meeste plaatsen blijft het dan droog met zonnige momenten en opnieuw zo'n 20 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.